Welkom bij deze video waarin we gaan kijken naar de installatie van Kerio Connect. Kerio Connect heb ik gedownload vanaf de website van Kerio. En ik heb alvast voorbereid een situatie met een aantal servers. En ik zal je laten zien hoe dat eruit ziet. Ik heb een router verbonden met het internet. Die heeft een IP-adres van 192.168.2.1. Ik heb hieronder een domain controller virtueel gemaakt. Die heeft IP-adres 192.168.2.10. En ik heb een member server, die heet Mail. En die heeft een IP-adres 192.168.2.15. Allemaal in een /24 subnetmasker 255.255.255.0. De gateway verwijst naar de router en de DNS wordt gehost op de domain controller. De server waar jullie nu naar kijken, dat is de domain controller. Hier heb ik geïnstalleerd staan Active Directory. Je ziet dat ik alvast een container heb gemaakt, een OU heb gemaakt met de naam MTUsers, MediaTech Users, en ik heb daar een user in aangemaakt. Verder is er een DNS met een forward lookup zone voor het domein mediatech.lan met twee records daarin. Eentje voor de domain controller met het IP-adres 10 aan het eind en eentje voor de host mail IP-adres 15 aan het eind. Verder heb ik nog niets voorbereid. We gaan eventjes naar de mailserver. Deze mailserver is lid van het domein. Ik heb gedownload Kerio Connect en ik heb in de mail gekregen het serienummer voor deze trial die 30 dagen geldig is. We gaan starten met de installatie van de mailserver. Dus klik rechts, ik ga hem uitvoeren als admin. Ik kies hiervoor Engels en ik laat de installatie doorlopen. Het eerste deel is gedaan. Als ik dit vinkje laat staan, start er een soort van wizard om de rest te configureren. Er wordt een browser gestart. Je ziet hem naar localhost port 4040 gaan. En ook hier kies ik voor Engels. Volgende. Het eens met de licentie. Je ziet hier vervolgens de naam staan van de host, mail.mediatech.lan. Dat is correct. En hier het e-maildomein, mediatech.lan. Dus het stuk wat achter het apenstaartje komt. Je zal zien als ik zometeen hier op Next klik, dat er een foutmelding komt over het ontbreken van een zogenaamd MX-record. Een mail exchange record. Die moet in de DNS aanwezig zijn en die op dit moment hebben we die nog niet aanwezig. Dus ik schakel terug naar onze domain controller. Open via Tools menu de DNS. Ga naar mijn forward lookup zone mediatech.lan. Klik rechts. Kies hier voor nieuw mail exchanger. Ik wil dat in het domein mediatech.lan, dus ik verander niets aan het bovenste venster, maar vul hierin dat het gaat om server mail.mediatech.lan. Uiteraard kan ik die met behulp van de knop Browse ook opzoeken. Op dit moment is het account, het record is aangemaakt en ik schakel terug naar onze mailserver. Deze naam te verwijderen en de naam eventjes opnieuw te typen, zal je zien dat er niet nog een keer een foutmelding komt, want het MX-record is nu aanwezig. We maken het account verder aan. Ik laat de username admin bestaan. Ik geef deze admin een wachtwoord.
en kies voor Next. De opties voor Remote Administration haal ik weg. Ik kies voor de default om mijn program files te installeren. En ik kies hier voor Trial. In het documentje had ik al opgeslagen het tijdelijke serienummer wat ik mocht gebruiken. Die is over 30 dagen niet meer geldig. En ik typ de letters hierover. Het verzamelen van data in deze testsituatie is ook niet handig. En we laten de installatie verder doorlopen. De service die aangemaakt is en gestart wordt, is de service die we terugvinden in alle algemene services. Dus hier bij Kirio Connect vinden we de service terug en dat die op dit moment gestart wordt. En het opstarttype wordt gezet op automatisch. We kunnen inloggen met het account dat we net hebben aangemaakt. En op dit moment hebben we een mailserver geïnstalleerd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen, bijna, van deze video. Want je ziet dat de interface in het Nederlands is. Die kunnen we hier aanpassen naar een andere taal. Als ik hem automatisch zet, blijft hij blijkbaar in het Nederlands staan. Maar als ik hem in het Engels wil, wat wel handig is bij het zoeken naar eventuele foutmeldingen, kan ik hem hier op Engels zetten. Hier hebben we ons dashboard. Alles wat met users te maken heeft, vinden we hier. Alles wat met de status te maken heeft, vinden we hier terug. De configuratie hier en de laatste zijn de logfiles. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste video waarbij we de installatie van Kirio Connect hebben besproken.